Ik heb hier rond mijn showtafel in de topcollectie vier aantrekkelijke mannen van diverse origine. Een Spanjaard, een Zwitser, een Fransman en een Amerikaan. Alle vier met stemmen als klokken en gespecialiseerd in het veroperaniseren van popklassiekers. Dat woord heb ik nu uitgevonden. En in die hoedanigheid geven ze een concert op maandag 1 april 2013 in Vorst Nationaal. Dames en heren, live in de topcollectie Il Divo! Hello! Ik zal ze even bij naam noemen. Daar heb je ook recht op natuurlijk. We hebben te maken met Sebastian, met David, met Carlos en met Urs. Guys, welcome in the Top Collection. Thank you for having us. The show is called the Top Collection op Radio 2. Urs, ik ga met jou toch beginnen, want je bent de makkelijkste prooi, omdat je perfect Nederlands praat natuurlijk. Ja. Hoewel je van Zwitserse makelij bent, denk ik. Hè? Ja, dat is waar. Oké. Okay. Wil je eerst even zeggen waar die naam Il Divo vandaan komt? Dat weten denk ik veel mensen niet. Waar komt die naam vandaan, Il Divo? Il Divo is Engels, nonsens. Il Divo is Italiaans natuurlijk. En het is eigenlijk afgeleid van La Diva. Ja. Want dat is een woord wat iedereen wel kent. Juist. En het komt natuurlijk van de opera eigenlijk. Maar het wordt ook tevens gebruikt in de pop als je dan een mevrouw heeft die zich als een diva gedraagt. Dus daarom hebben we die naam gekozen, omdat het toch aan de opera doet denken ergens. Maar omdat we divo dan, het mannelijke bestaat dan toch eigenlijk niet, dan hebben we toch eigenlijk een beetje iets van onszelf. So, het is een beetje veelvoudig daar. Oké, nu is het allemaal duidelijk. Guys, what it's like being in a band with members from different countries like you are. How does it work? It works a lot better now than it did 9 years ago, I'll tell you that. At the very beginning, we had many different difficulties, cultural difficulties, language difficulties, musical preferences, you know, four very strong individuals trying to come together and be four captains of the same ship. Yeah. But now, you know, we've made our successes and we've, you know, been together for almost 9 years, toured around the world, made albums, and it works very well, actually, these days. Is there a boss, a big boss of the band? And who's the boss? We have four captains in the boat. That's a good thing there about a leader, which is we have big personalities and we are four bosses in the boat. Ja, voor bosses. Oké, gaat dat altijd wel? Toen moet er toch altijd eentje het finaal de knoop doorhakken, Urs? Nee, het werkt echt niet meer zo. Dat was in het begin, net als David zei, was het wel moeilijk. Omdat we elkaar ook helemaal niet kennen toen we voor het eerst bij elkaar kwamen en begonnen te werken. Precies. Maar inmiddels, want we trekken toch allemaal aan dezelfde strik, als je zegt. Dus we weten allemaal dat we het gemeenzame doel voor ogen hebben. En dan vinden we altijd wel een compromis. Dat gaat niet eindig gewoon zielig doen en de ruimte uitlopen. Dat gaat gewoon niet meer gebeuren. Zoals het hoort eigenlijk. The 1st of April, next year, there is the big concert in Vorst Nationaal in Brussels. What can people expect from the show? Well, it's going to be very exciting to be back here because the audience is always quite amazing. But we wanted to come back with something really different. And with our prior experience with Barbra Streisand, and we thought it was a really good thing to mix, you know, your show and have like a feminine presence within the show. And Catherine Jenkins was kind of like the best idea. It really made sense with our kind of music. Yeah. So we're going to have this beautiful lady coming and singing with us. Yeah. It's going to be really tough for Carlos, who's the single one. Yes, she's going to be singing her own song. We're going to be singing our own songs and some duets together. And closing the show, I think it's going to be a wonderful experience, especially for the fans who probably have never met Catherine Jenkins along the way as well. Het wordt dus een fantastische show. Zeker een moment om naar uit te kijken. Toch even vertalen tussendoor. Die 1 april in Vorst Nationaal. Toch iets anders dan de voorgaande. En Catherine Jenkins is vooral een dame waar we naar uitkijken, want daar gaan ze van alles mee doen. Op het podium weliswaar. Who are your fans? Young people, older people. Who are your fans? The audience in the show. It's a mix of everything.
thing. I mean, it depends which country you go. For example, in Korea, they're very young people. Also, Spain, it's a mix. And then you go to the UK, it's a little bit older. But yeah. when I say older, it's like about 40, 30, 40. And some, I mean, of course, we have also much, much older audience. But yeah, but it's a mix. It's a mix of everything. Goed, dat is duidelijk, denk ik. We moeten daar geen maat op kleven. De fans van Il Divo zijn van divers pluimage, zeker als het op leeftijd aankomt. Het gaat van 35-jarigen, maar ook jonger en ouder. Oers, we moeten daar ook niet onnozel over doen. Jullie zijn zeer aantrekkelijke mannen. Dank u. Krijgen jullie ook wel eens, als ik het in het Engels mag zeggen, indecent proposals van unmarried women die aanzoeken doen? Heb je dat al gekregen? Nou, ook wel van getrouwde vrouwen. Wat doe je daarmee? Antwoord. Ja, nou, daar doe je natuurlijk niks mee. Nee, dat kan toch niet. Maar ja, natuurlijk. Ik krijg wel brieven, messages achtergelaten bij een hotelconcierge. Je wordt er wel 's ochtends om 3 uur opgebeld in je hotelkamer. Ja. Van een of andere mevrouw die dat allemaal door het veiligheidsweb doorheen gekomen is. Dus dat gebeurt allemaal wel, ja. Ja. Is het ooit al eens grondig fout gelopen, ook op een concert, Oers? Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, fout gelopen, bedoel je dat nou muzikaal? Ja, dingen die je echt niet verwacht had. Een podium dat inzakt, weet ik wat. Nee, mensen die de bühne komen opgestormd. In Zuid-Amerika, daar gebeuren wel eens dingen. We zijn een keer in een soundcheck, hebben we in een stadiumconcert gegeven. En in Paraguay. En daar is echt bij de soundcheck is de hele toren naast het podium ingevallen en helemaal over de monitordesk en alles. En de mevrouw die daar de monitormix deed, zij kon er net onderuit. En dus echt de hele... Ja, dat zijn dingen die niet te lachen natuurlijk. Ja, dat soort dingen. En dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk. Ja. Maar gelukkig, niemand is er gewond geraakt. En laten zo we is het gewoon doorgegaan s'avonds. Dat we daarvan gespaard blijven 1 april volgend jaar. Guys, hoe do you look ahead to the future? And now you have the big show. Several shows next year. But what next? Well, just a couple weeks ago, we released our greatest hits album. Yeah. And this has been kind of a signifying marker of everything we've done up to this point. We've been together 9 years, and our albums have been kind of a cross-section of many different songs, different genres, different styles, just kind of random scattering. And going forward, we're looking at being a bit more specific, picking a single genre, sticking within that, making an album, a concept album, which we can't really talk about it right now, but we're going into the studio beginning of next year, and the new studio album should be out by the end of next year. Kijk eens aan, mooie vooruitzichten. Zo meteen gaan we een stukje laten horen van die greatest hits die toch al een paar weken uit is. De greatest hits van Il Divo, maar de volgende, heb ik begrepen, zal weer een tikkeltje anders zijn. Meer geniche, toch meer toegespitst op één genre. Ik denk dat ze volgend jaar gaan ze de studio in en dan zien we wel wat er in 2014 uit de bus komt. Guys, thank you a lot for being here in the Top Collectie at Radio 2. We wish you a great concert at the 1st of April next year. And a lot of success with thank everything you. Thanks you do. For having thank us. Thank you very much. Happy holidays. Il Divo. Heel erg bedankt.